Ja, goedendag mensen. We gaan het vandaag weer hebben over de wisselkoers die heel Suriname in, ja, in bedwang houdt. Dat is niet alleen vandaag, dat is al sinds het jaar 1900, langer dan een eeuw, omdat onze mensen, ondanks dat ze zoveel deviezen hadden, geen benul hebben van economisch management. Ze weten niet hoe ze de economie van het land moeten managen. En je moet niet de hoop hebben dat die wisselkoers gaat dalen. Die gaat met mensen, met politici, die niet weten hoe een economie te managen, die gaan eigenlijk echt niet in staat zijn om ervoor te zorgen dat de wisselkoers stabiel blijft. Want wat is gaan gebeuren toen de plantage-economie in elkaar stortte? Toen zowel de slaven als de immigranten de plantages verlieten, toen waren er geen exporten meer en verdiende men geen deviezen meer. En dat heeft geduurd tot het jaar 1937, toen de bauxietexporten op gang kwamen. Tussen 1900 en 1937 was Suriname een bodemloze put. Dat was de Ja, eigenlijk de benaming van Suriname in de Tweede Kamer in Nederland. Want Nederlands moest voedsel sturen naar Suriname. Men stuurde aardappelen, rijst, bokking, haring, bajau, uien, knoflook, noem maar op. Omdat Suriname haar eigen productie heel laag was. Omdat de meeste mensen, de ex-slaven, die hingen rond in Paramaribo en daarbuiten. En de bevolkingslandbouw van de Hindustanen en van de Javanen, die voorzag alleen maar in hun eigen voedselvoorziening en in hun andere inkomen. Dus toen heeft Nederland bijvoorbeeld de Saramaccapolder in de jaren 30, 1930 opgericht. Saramaccakanaal is gegraven in 1930 in die buurt, in die tijd, om ervoor te zorgen dat er een polder was waar mensen gingen werken. En landbouwproductie was bedoeld voor de voedselvoorziening van Paramaribo en omstreken. En dit heeft gemaakt dat in feite we heel lang afhankelijk zijn geweest van de mijnbouwsector, de bauxietsector, tot het jaar 2000 ongeveer. Daarna kwamen de goudexporten op gang en we zijn nu meer dan ooit afhankelijk van de mijnbouwsector. We zijn voor meer dan 80% van de deviezen afhankelijk van de mijnbouwsector. Dus het is van kwaad tot erger geworden. Onze politici zijn volstrekt waardeloos. Ze snappen er echt geen hol van hoe ze economisch management moeten doen. Want men gaat u allerlei verhalen vertellen, maar u moet niet denken dat die wisselkoers te bedwingen is. Niet met mooie kiekeboe-verhalen. Want het zijn echte kiekeboe-verhalen die men u vertelt. Omdat de basis van de wisselkoers is gelegen in het feit hoeveel importeer je en hoeveel exporteer je. Als je meer deviezen verdient dan je importeert, dan heb je geen probleem met de wisselkoers. Als je ervoor zorgt dat de geldhoeveelheid, de maatschappelijke geldhoeveelheid, die in omloop is, dat in feite dat die binnen perken blijft, dan gaan er minder Surinaamse SRD's, minder Surinaamse guldens achter de hoeveelheid deviezen aanrennen. Dan gaat de koers niet stijgen, dan blijft de koers stabiel. En belangrijk is natuurlijk, naast de import-export verhouding, naast de maatschappelijke geldhoeveelheid, is belangrijk de koopkrachtpariteit. De koopkrachtpariteit drukt uit in feite de efficiëntie, de productiviteit van de economie. Om een voorbeeld te geven, als ik een bepaalde hoeveelheid SRD omwissel in euro's en ik ga met die euro's boodschappen doen hier, dan kan ik met diezelfde hoeveelheid euro's in Nederland veel meer boodschappen doen, veel meer krijgen dan in Suriname. Dat wordt de koopkrachtpariteit genoemd. Die is laag in Suriname, omdat de efficiëntie, de productiviteit van Suriname heel erg laag is
En dit allemaal te maken met het waardeloze economisch beleid dat we gehad hebben sinds de onafhankelijkheid. Want er is sinds de onafhankelijkheid niet geïnvesteerd in de verdiencapaciteit van het land. En we zijn nu meer dan ooit compleet afhankelijk van de mijnbouwsector. En u moet echt niet dromen van de olie voor de kust. Want als de wereldmarktprijs gaat dalen, omdat de ontwikkelde landen gaan overschakelen op hernieuwbare energiebronnen, op windkracht, op zonne-energie, op biomassa-energie, op getijdenenergie, etc. Zelfs op in feite kernenergie. Je krijgt hele kleine kernreactoren, mobiele kernreactoren. Maar dat alles betekent het dat in feite wij volkomen afhankelijk gaan blijven van de mijnbouwsector. Als het goud op is, ja, dan gaan wij in één keer terugvallen naar het niveau van Timbuktu, naar het niveau van, laat maar zo zeggen, van Haiti. Omdat onze leiders geweigerd hebben om een aantal redenen om niet te investeren in de verdiencapaciteit, in de deviezenverdiencapaciteit. En men gaat u allerlei verhalen ophangen, maar u moet kijken naar afbeelding 1. Graag afbeelding 1 projecteren. In afbeelding 1, daar ziet u de lopende rekening op basis van plaats. Dan gaat u zien dat hij op basis van plaats, heel onderaan ziet u, dat hij niet zo negatief is. Hij is wel negatief, maar niet zo negatief. Als we kijken naar wat werkelijk van ons is, wat ons bezit is, van de betalingsbalans, van de lopende rekening van de betalingsbalans, dan zien we dat eigenlijk dat heel weinig is. En waarom is dat zo? Omdat een groot deel van de exporten, 80 tot 90% van de exporten zijn goud-exporten. En dat goud, plus de opbrengsten van dat goud, dat gaat niet naar de centrale bank. Gaat niet naar Suriname. Dat goud plus de opbrengsten gaan naar het buitenland. Dus we worden armer. Hoe meer goud men exporteert, waardoor we niet rijk, maar worden armer. Daarom is het zo dat je een betalingsbalans naar plaats moet maken en een betalingsbalans naar bezit. En dan ga je zien dat de betalingsbalans naar bezit enorm negatief is. Die van plaats is ook al negatief. Met andere woorden, wij hebben geen economie, we hebben een waardeloos ding. En onze economen en onze, laat maar zo zeggen, onze politici zijn sowieso nog waardelozer. Want ze hebben geen enkel benul van wat er gebeurt in de economie. Dus als men u zoet houdt met het idee dat wij straks gaan baden in welzijn en welvaart dankzij die oliebronnen voor de kust, dan houdt men u voor gek. Guyana heeft heel wat olie, maar die olie is niet van Guyana. Die olie is van Exxon en van Mobil. Zij exporteren en Guyana vangt aan heel weinig dankzij slechte contracten. Net zo slecht als de goudcontracten van ons. We verdienen heel weinig aan die goud. 11% van de exportopbrengsten komt slechts naar Suriname. En dat betekent dat, om het zo te zeggen, de Guyanezen, men wordt gezegd, men zegt, hun BBP, hun bruto binnenlands product, onthoudt u dat, dat gaat stijgen, enorm stijgen. Maar het bruto binnenlands product is niet van Guyana. Is niet bezit van Guyana. Is bezit, wil alleen maar zeggen, het inkomen wat op Guyanees gebied verdiend wordt. En dat wordt verdiend door buitenlanders. Dat inkomen is bezit van buitenlanders. Het gaat naar het buitenland. Precies zo als het is met ons goud. Dat goud gaat naar het buitenland. En de opbrengsten van dat goud, die gaan ook naar het buitenland. Met andere woorden, wij worden armer. En de Guyanezen worden ook armer. En dat komt
omdat onze politici niet zo slim zijn en omdat wij altijd stemmen op mensen die in feite geen benul hebben van hoe een economie te runnen. U moet goed kijken naar de twee afbeeldingen. Dan zult u goed analyseren, goed bekijken, dan zult u zien hoe wij eigenlijk, hoe negatief onze rapportcijfers zijn, hoe weinig wij verdienen en dat wij constant een schuld hebben in deviezen en dat dat maakt dat de koers altijd omhoog gaat. We importeren een heleboel, ja, de deviezen worden niet geaccumuleerd in Suriname, die gaan weg met al die Chinezen die we hier binnengehaald hebben. Ja, want die wisselen al hun SRD, wisselen ze om in dollars en die brengen ze naar het buitenland. En u ziet op die twee figuren, ja, de lopende rekening naar bezit en de lopende rekening naar plaats, ziet u dat wij enorm negatief staan. En met de lopende rekening naar plaats zijn wij helemaal negatief. Naar bezit zijn we helemaal negatief. Driemaal meer negatief ter opzichte van de lopende rekening naar plaats. Dus u moet ervoor zorgen dat u mensen aan het bewind krijgt die in feite weten wat investeren is in de verdiencapaciteit. Want zonder dat gaan wij toe naar een toekomst met veel ellende. Ik dank u voor het willen luisteren.